hip hop. Hey, let's move! Hip hop, hip hop, hip hop, hip. It's bigger than hip hop. Hip-hop is something you live. So, echte hip-hop in je smooth. Echte hip-hop in je smooth. Come on, yeah. Nou, ik ben 6 jaar geleden dus begonnen met DJ'en. Ja, je luistert naar hip-hop en bij hip-hop zitten natuurlijk al die elementen in graffiti, breakdancen, rappen, maar natuurlijk ook het DJ, turntablism. Ja, mijn eerste aanraking met turntablism, dat was toch wel de eerste ishow, de allereerste ishow. Mijn moeder die had toen kaartjes gekocht, omdat ik altijd veel bezig was met inline skaten. Dus ik ging daar met mijn broer naartoe en daar was DJ Broky B. En dat is toch wel een van de eerste gasten die ik echt helemaal los erop zag gaan. En nou, dat vond ik toen al helemaal geweldig. En op een gegeven moment toen heb ik DJ Ivy aangesproken. Ja, of hey, kan je mij misschien wat leren? Want ja, ik zit toch echt gewoon vast, weet je. En ja, hij was zo vriendelijk om me uit te nodigen in zijn hok en me voor te stellen aan DJ Milton, waar ik ook heel veel aan heb gehad. En zo ben ik ja, langzaam maar zeker alle technieken gaan beoefenen. Yo, ik ben DJ Fris, check me uit, nu. En ja, een beetje mijn naam op de kaart zetten. Ik ben nu heel erg druk bezig met ja, oefenen dus voor de battles die eraan zitten te komen. Ik ben DJ voor Kraantje Papi. Kraantje Papi is een Nederlandstalige MC. Ja, nu een beetje aan het opkomen is, hij doet goed zijn best. En, ja, daar ben ik heel blij mee dat ik met hem mag werken. En voor de rest, ja, vroeger voor de groove gedj'd en nog een jaar met hem gedoet. En afgelopen jaar, 2008, ook begonnen met Battle of Wax in the City gedaan in Utrecht, DJ MCS. DMC gedaan, nog niet met hele grote eindresultaten, maar ja, daar gaan we in de toekomst natuurlijk wel voor. Voor de rest, wat heb ik nog meer gedaan? Ja, zoals ik al zei, filmen DJ Irie, DJ Milt. Strikje Fetus, natuurlijk. Strikje Fetus is het feest wat wij elke maand gewoon in Leeuwarden is. In Poppodium 0 verwacht, punt nu. Ja, en als je daar komt, vraag naar Koos. En vooral nu battles doen en dat soort dingen. En ja, een beetje mijn naam op de kaart zetten. Ik heb een hond.
dat